en het beloof om nog heeltemal interessant te word. Mercedes dan weer die bal gaan kry. Hierdie wedstrijd gaan afskop. Nummer 12. Hier die man het gekom om rugby te speel. Nummer 9. Hy gee vir die nummer. Dis 'n bal wat reg aan die hoogte. Rozijn wat dan onder druk is. Hy doen prachtig. Prachtige 3 deur Crusaders. 3 punte was nog net aangeteken deur Heidelberg, maar vrind die waar, kom Crusaders weer van die afskop af. En hulle kom kyk, hulle kom wystaal. Prachtige 3. Heidelberg tans 5. Heidelberg 3 verskoning en Crusaders 5. Crusaders wat een voortouw vat in hierdie wedstrijd. Tjafta wat aan weer geleentheid het om het 7 te maak. Prachtige solo 3 gedruk daar deur Heidelberg. Dier Crusaders, verskoning familie, jammer man. Ek probeer maar die goed nog. Prachtige solo 3 gedruk dier Crusaders. Kurt die skippers. En hy sit aan die bal oor. Hy sit hem oor. 7 Crusaders. En dan 3 van Heidelberg. Heidelberg wat dan weer geleentheid het om hierdie wedstrijd af te skop. Crusaders, Aden Wissel wat lucht vat om haar die bal te kry, hy kry hom prachtig. Apollos, hy geef het Jafta, Jafta wil hierdie gaap omgaan. Mensen, maar dit is een prachtige aangee daar. Hael Dielo, Hael Dielo, lijkt met Crusaders, is hier om rugby te speel. Hulle is zo 5 meter voor die doellijn. Ja, hier is sien recht, 5 meter voor die doellijn. Dis Crusaders wat op die aanval is. Regan wat wacht vir die bal. Dis uit daar, sê die mister. Die skeidsrechter sê, sy voet was net uit wat hy maar gedruk het, maar lyk my familie, hierdie gaan nog een interessante wedstrijd wat raak. Crusaders wat dan prachtig deurgebreek het van die afskop af. En Heidelberg wat onder druk is, hulle is op die 5 meter stippelijn, voor die doellijn. Heidelberg wat dan gaan ingooi, hulle is 5 meter buitenkant die diskantse kantlijn. Oh, dat is een bal wat hij weet waar, dat kan toen niet. Crusaders dat die bal dan gaan slaan, een bal wat geschopt wordt voor hem toe. Dat is Bradley. Bradley wat gelakt wordt in die 22 van die Heidelberg. Nummer 7, hij geeft voor die 5. Alles wat spannend wacht. Hij geeft voor die 10. Die 10 geeft voor die 10. Oh, lijkt mij hier niet meer zo. Het is niks lekker vandaag niet.
Hier Jens, hier die Mannen, snacks lekker niet. Gaat die skippers als die kleine vrienden. Lijkt me Crusaders zijn gekomen om rugby te spelen. Prachtige drie gedrukt. Daar die gaat die skippers. Hier die jongman gaan nog ver komen. Hoor wat ik voor u zei vandaag. Prachtige drie, haat u bij nummer 13. Die man komt niet hier om drieën te drukken. Hij komt voor niks. Hij heeft geen ander doel voor Oni. Maar net om rugby te, om drieën te drukken. Scharen wat een schreeuw, hier komt een ding. Dat is dan die Crusaders dat die foto van 12.